sfeervol, Paul de Leeuw met De Steen. Wat betekent Food Valley voor jou? Voor mij als ondernemer betekent het dat ik, en of het nou gedwongen is of niet, maar ik ga me bezighouden met gezonde voeding. Een breder palet aan voeding, dus dat wil zeggen meer thema's. En ja, heel veel kennisoverdracht over voeding. Je moet je voorstellen, wij zijn al jaren bezig om streekproducten goed op de kaart te zetten. Is en blijft altijd moeilijk. Niet zozeer omdat de producten niet goed zijn, maar omdat logistiek, we hebben het eerder over gehad, hoe belangrijk is logistiek, om dat goed voor elkaar te krijgen. En Food Valley is daar toch de verbindende factor in. En die doen dat voor ons als MKB'ers, als DT'isten, op de manier dat wij onze producten in huis kunnen halen. Er worden op dit moment grote bruggen geslagen, dat is heel mooi. En ja, wereldwijd doen ze dat voor ook een beetje om Nederland op de kaart te krijgen. Tuurlijk. Of het nou te krijgen. Nederland staat al op de kaart. Ja, met de WUR. En mede door de WUR. Maar het is natuurlijk heel gek dat als je over de WUR praat en je loopt in Australië, dat er altijd wel iemand zegt, ja, daar heb ik gezeten. Daar heb ik gezeten of daar ken ik iemand van. Ja. En het is natuurlijk ook heel mooi als je zo direct dat over onze regio krijgt. En dat, dat betekent Food Valley in de ruimste zin van het woord. En sponsoring, en doe je ook nog wat aan? Wij doen wel wat aan sponsoring. We doen een stuk minder aan sponsoring als afgelopen tientallen jaren. Maar wat wij heel veel aan sponsoring doen, dat is toch om verenigingen dat te bieden. Dat zij hun leden kunnen laten sporten. En soms zit daar bijvoorbeeld in dat wij omwille van die sponsoren bij elkaar te houden. Dan moet er ook af en toe een feest gedaan worden. Nou, dat sponsoren we dan. We gaan niet met grote geldbedragen over de brug, maar liever gewoon een mooie sponsoring. Lekker laten zien wat we kunnen. Afgelopen vrijdag bij VRV in Veenendaal, de atletiekvereniging. Keurig een groep mensen bij elkaar gebracht die normaal niet zo gauw bij elkaar zouden komen. En eten en sport verbroedert. Dus ook daar hebben ze inmiddels een business clubje om zich heen. En eigenlijk hele fanatieke mensen. Mensen die elkaar niet kenden. En het belang daarin is natuurlijk ook dat tweeledig. Ten eerste voor je contacten. Ja. Zorgen dat je handel daardoor in orde komt. En dat gunfactor die gaat er enorm omhoog. Geven loont. Ja. Die kunnen we zo nog een keer terug laten komen bij ons wekelijks ontbijt van B&I. Maar geven loont inderdaad. En het maakt het wel heel mooi. Dat het zo'n vereniging ook heel veel kansen biedt. Want er zijn wel bedrijven die kunnen het alleen maar met geld doen. Maar die moeten wel getriggerd worden. En die worden met name getriggerd door die ene barbecue met de juiste mensen. Ja. Hebben ze weer nieuwe mensen om zich heen en weer nieuwe handel. En dan kunnen ze ook weer lekker sponsoren. Want zo werkt het ongeveer, sponsoring. Dat klopt. Daarnaast moet je er een gigantisch hart bij hebben. Bij wat je doet. Sponsoring die wij wegbrengen. Waar wij niet het gevoel bij hebben dat het mooi terechtkomt. Dat duurt altijd kort. En er zijn hier heel veel sponsoringcontracten die wij al jaren hebben. Omdat er gewoon mooie dingen bij gebeuren. Ja. Het is een mooie combinatie. Als je je eigen producten in kan zetten. En op die manier je naam ook neer kan zetten. Dat is prima. Prima manier van sponsoring. Het is in onze branche de meest effectieve. Ik kan jou €100 geven. Ja, duidelijk. Maar een lekker hapje vind jij belangrijker. Dat is tuurlijk. Het gaat om de ambiance. En goed product. We gaan luisteren naar Marco Borsato en Treintje Oosterhuis met Wereld Zonder Jou.